Welkom to de ATV Studifesta Countdown to Oruyari. Wat maakt de jaarwisseling zo bijzonder in Suriname? Wij zijn op zoek hiernaar. We gaan enkele personen interviewen hierover, terwijl wij langzaam gaan aftellen naar 31 december. Ik praat met Jean-Luc van Charente, de voorzitter van Surifesta. Het is de decembermaand, de feestmaand, maar de decembermaand wordt ook wel de Surifesta-maand genoemd. Ja, dat klopt. En eigenlijk is er heel veel discussie wanneer we die maand precies openen en wanneer die wordt afgesloten. Wat wel vaststaat is dat we formeel de Surifesta-maand meestal afsluiten met de Biggie Broodje Wakka. Dat is al langer dan 10 jaar het geval. En we zoeken elk jaar weer naar een activiteit die wij kunnen koppelen aan de opening van de maand. En wat er nu steeds meer gebeurt, is dat we eigenlijk vanaf 1 december de events al meenemen. Ook al voordat de kalender is uitgekomen, nemen wij die events ook mee in de promotie. Surifesta, waarvoor staat Surifesta en hoe is het idee ontstaan? Oké, nou Surifesta, het is niet heel erg origineel hoe die naam is ontstaan. Het is gewoon Suri van Suriname en Festa van festiviteiten of gezamenlijke activiteiten bij elkaar komen. Gathering eigenlijk, als je het echt terugleidt naar waar de naam vandaan komt ik weet niet of het Grieks of wat het is, maar in elk geval waar de naam vandaan komt. En het idee van Surifesta is eigenlijk ontstaan in eind jaren 90, in 96 of in 97, waarbij eigenlijk de private sector bij elkaar is gekomen met ondersteuning van de toenmalig minister van TCT. Hij heeft gezegd van we gaan de activiteiten die rondom Oruyari plaatsvinden gezamenlijk bundelen. En toen zijn er een paar activiteiten die al bestonden uitgekozen om als het ware de trademark activities te worden. En langzamerhand is die periode gaan groeien met Surifesta, maar ook om Surifesta heen. En waar wij in 2013 mee zijn gestart, is om ook via social media en de nieuwe media de Surifesta periode te promoten. Je gaf daarnet aan, de Surifesta kalender die is er, maar jullie weten niet wanneer jullie moeten beginnen met, wanneer jullie moeten openen en wanneer jullie moeten sluiten. Oké, wanneer begint men eigenlijk met de Oruyari parties? Oké, dus dit is om even duidelijk te maken. Wij hebben eigenlijk gezegd dat de Surifesta periode begint in de week of voorafgaand aan de kerstconcerten. Er zijn een aantal grote kerstconcerten. Je hebt de DSB kerstconcert, de Nationale Volkskerstzang, Telesuur kerstconcert. Dat zijn de grote, er zijn nog een aantal kerstconcerten. Eigenlijk wilden de Surifesta periode daarvoor opengooien. Want we hebben de warming-up events van 1 december. Eigenlijk wanneer de jaarbeurs is afgelopen. Dat is echt voor de Surifesta periode. Eigenlijk vanaf na de jaarbeurs, dan beginnen er al wat activiteiten te zijn. Tot aan de tweede week van december, dan beginnen meestal de kerstconcerten en de kerstgerelateerde activiteiten. En dan natuurlijk na kerst, dan begint het echt te knallen. Maar waar wij als Surifesta heel erg achter staan, is vooral de spreiding. Van als er toeristen komen, of het nou toeristen zijn uit Nikeri of Marowijne, of het nou toeristen zijn uit Guyana, Frans-Guyana, of toeristen echt uit Europa, Amerika en verder, is het belangrijk dat er spreiding is. Niet dat er 20 evenementen zijn op één dag en de volgende dag is er geen enkel. Dus we zijn daarom ook heel blij dat er grote evenementen zijn die al voor de kerst plaatsvinden. En bijvoorbeeld All Black Everything heeft ook een vaste datum waarop zij zijn. Doneems heeft een vaste datum waarop ze zijn. De feesten van Lustig Traditioneel hebben ook een vaste datum. Net als het Kawina Festival en de Oruyari Street Parties, die hebben meestal een vaste datum. En dan kunnen wij ook naar de buitenwereld, naar de luchtvaartmaatschappijen die in hun in-flight magazine willen meenemen welke feesten er zijn, kunnen wij die informatie ook van tevoren opsturen. Het is sowieso iets speciaals. Het is eigenlijk een traditie, de Surifesta kalender, want men wacht eigenlijk op de launch. En het is echt wachten op de launch. En wanneer gaan ze nou die kalender op social media zetten? Hoe ga jij daarmee om? Nou, het mooie is dat we... Wacht, voor je die antwoord, want die vraag wordt gesteld. Ze stellen je die vraag. Kijk, ik kreeg vaak in november al via Facebook een berichtje van... Wanneer komt de kalender? Is de kalender er? En dan denken wij, ja, maar het is november. Een van de dingen waarmee we rekening houden is, er zijn heel veel events die nog goedkeuringen moeten krijgen. Die wachten op akkoorden van sponsors, noem maar op. Dus te ver van tevoren kan niet. We hebben vorig jaar 1 december geprobeerd. Het is gewoon niet realistisch. We hebben ervoor gekozen om te zeggen van luister, we gaan in de tweede week, begin tweede week van december de kalender lanceren. En dan geven wij ook de ruimte
dat de events zich volledig kunnen aanmelden. We hebben dit jaar een record, 113, eigenlijk 115 events wat aangemeld zijn. En dat is de afgelopen 3 jaren was het rond tussen de 50 en de 70. Dus dat is echt heel veel. En daardoor kunnen we die kalender niet eerder uitbrengen. Ook omdat er fouten worden gemaakt. Ja. Snap je? En dan heb je die kalender uitgebracht en dan staat er een datum verkeerd of een tijd verkeerd of de naam van. Hoeveel mensen wordt het gescreend? Het wordt door 5 mensen gescreend plus het bestuur en toch nog, er zit altijd iets tussen. Want er komen op het laatste moment dingen bij en je wil de kalender ook. We hebben dit jaar beloofd dat de kalender 10 december werd uitgebracht. Hij is uiteindelijk 11 december uitgebracht. En voor een dagje word je vergeven, voor meer dan een 24 uur word je niet vergeven. Want zodra die kalender moet komen, dan zijn mensen al. En we zijn nu ook op een punt dat we de kalender nu ook in een ander format gaan moeten stoppen. Om een onderscheid te maken tussen de verschillende events die er zijn. Want nu is het gewoon een lijst met 113 events. Natuurlijk hebben we de mobile app waar we straks nog even over praten. Maar de mobile app vervangt niet het idee van ik heb de kalender in één oogopslag. En daar moeten we zeggen, we zijn een non-profit. Maar we hebben nu wel al 3 jaar lang een team samengesteld dat zich echt over de kalender buigt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de complimenten aan het team moet geven, want ik ben er nog wel bij betrokken, maar in de uitvoering doe ik niet zover. Ik kan niet de credits nemen voor het feit dat de kalender zich zo goed ontwikkelt. Daar is er echt een team voor. Oké, de Surifesta kalender is een houvast in de december maand. Want met de Surifesta kalender kom je eigenlijk nergens. Het is best moeilijk om in deze tijd al die feestjes bij te houden, want er zijn zoveel. En je moet eigenlijk weten, oké, maar waar wil ik zijn en wanneer wil ik daar zijn? Los van die Surifesta kalender hebben jullie nu ook een app. Is dat voor het gemak? Ja, en het leuke van de app is, het allerleukste, is je kan aangeven waar je heen gaat. En er zijn 130 of 113 events. En dan kan je aangeven, daar wil ik heen, daar wil ik heen, daar wil ik heen. En dan heb je een soort van profiel. En als je dan op je profiel gaat, dan heb je echt de events waar je echt naartoe wil. En de bedoeling is ook dat we de app uitbreiden. De app wordt nu gebouwd door Adept. De allereerste versie van de app had de hackathon gewonnen, de Telesuur hackathon gewonnen. De Telesuur IT Core hackathon, laat me het volledig zeggen. En toen hebben wij eigenlijk vanuit Surifesta meteen Adept benaderd. Van hey, we willen deze app, Coiri toen de tijd, willen wij gebruiken voor Surifesta. Nou, dit is al de derde versie weer van die app. Hij is volledig vernieuwd. En je moet hem ook echt opnieuw downloaden nu in de Google Play Store. Want deze versie gaat verder worden uitgebouwd. Nu is het een simpele app waarbij ik kan aangeven hier wil ik heen. Maar het is ook de bedoeling dat je foto's kan uploaden van de events in de toekomst. Het is ook de bedoeling dat er een Surifesta store is waar je punten kan verzamelen. En ook goodies kan met je credits goodies kan krijgen. We praten met Robin, manager van het VAT. En natuurlijk wil ik weten, het is Oroyaar, het is de decembermaand. En hoe voel jij je? Druk, zoals gewoonlijk. Ik voel me goed, redelijk relaxed. Maar natuurlijk, de drukte komt eraan. En we wachten op de drukte en we zijn in voorbereiding om deze drukte allemaal te kunnen handelen. Wat is zo bijzonder aan de jaarwisseling in Suriname? De jaarwisseling in Suriname is bijzonder omdat heel veel toeristen erop afkomen. Surinaamse Nederlanders, maar ook toeristen, ook Fransen. Ik denk dat de festiviteiten het zo bijzonder maken. Oké, hoe is het feest begonnen bij het VAT? Het feest is eigenlijk van oudsher begonnen aan de voorzijde van het VAT. Daar is eigenlijk een 35 jaar, plus minus 35 jaar geleden, werd er aan gefeest aan de voorzijde van het VAT. Op een gegeven moment is de ontwikkeling gegaan naar het Bushalteplein. En van het Bushalteplein, door met name een groei die we hebben doorgemaakt, hebben de festiviteiten zich verplaatst naar straatfeesten. Op den duur moesten jullie dus uitbreiden. Jullie zijn niet begonnen gelijk met de streetparty, nee. Jullie moesten uitbreiden en dat heeft gemaakt dat jullie zijn overgegaan naar straatfeesten. Wanneer is het straatfeesten begonnen? Het straatfeesten, in principe bestaat Surifesta om en bij, als ik het goed heb, een jaar of 24. En Surifesta heeft op een gegeven moment de overhand genomen, omdat het de bedoeling was Suriname Festivals en dat het een groter geheel en groter gebeuren moest worden. En om die reden zijn de straatfeesten eigenlijk mede ontstaan. Okay. Nou, het VAT is begonnen met feesten. Jullie hebben jaarlijks jullie Oroyaari party en jullie nieuwjaarsparty. Hoe zal het dit jaar gaan? Zijn jullie voorbereid daarop? Nou, dus we zijn natuurlijk benieuwd.
Ja, we zijn altijd voorbereid op onze feesten. We hebben een goede planning. Alles is in kannen en kruiken. Er zijn natuurlijk nieuwe ontwikkelingen, want onder andere zal het 31 jaar, het feest op 31 december dit jaar geen voortgang vinden bij het plaats, bij het vat, in die grootte en hoedanigheid. Maar we gaan wel een ondersteuning geven aan Surivesta en zorgen dat de festiviteiten zich daar voortgang vinden, met de bedoeling om dat uit te bouwen naar een nieuwe climax. Als ik het heb over de horecasector, hoe is het afgelopen jaar gegaan met de horecasector? Gezien de economische situatie mogen we het redelijk noemen. Het kan natuurlijk beter. Als je kijkt naar je omzet, dat is natuurlijk een graadmeter. Dan moet ik zeggen dat we in SAD het redelijk goed hebben gedaan. Maar als je het zou omrekenen naar valuta, hebben we natuurlijk ook een terugval gehad. Op zich hebben we slechtere maanden gehad. Maar bij al moet ik zeggen dat het toch een redelijk goed jaar is geweest. De decembermaand, men gaat ervan uit dat tijdens de decembermaand er meer omzet is voor de horeca. Is dat waar? Ja en nee. Ja, omdat er natuurlijk meer toeristen zijn. Ja, je terras is overdag ook beter bezet. Je hebt een betere bezetting. Nee, omdat het de begindagen van de maand december je altijd een beetje stilte voor de storm hebt. Maar de laatste dagen compenseren dat wel. Dus je hebt wel een indirecte groei in geld. Maar om te zeggen dat je een kasteel na de eventen kan bouwen, zou ik niet helemaal zo willen stellen. Okay. Een vraag die ik echt graag wil stellen. 31 december valt op een zondag dit jaar. Dus niet de eerste keer, maar hoe gaan jullie daarmee om? Nou, dus dat was mooi, want het is een nieuwe ontwikkeling. Nee, het is niet een nieuwe ontwikkeling. Het was 6 jaar geleden ook op de zondag. En dit jaar is het in het 7e jaar weer op een zondag. We hebben een beetje ingespeeld wat de binnenstad zou doen. En de binnenstad heeft gekozen om dit jaar het op de zondag te houden. Omdat het de vorige keer toen het op een zondag viel, hadden ze het verschoven naar de zaterdag. Toen was het beduidend wat minder. Dus we zijn eigenlijk benieuwd hoe mensen dit jaar daarop gaan reageren. Een nieuwe ontwikkeling. De binnenstad is in ieder geval op de zondag. We hopen dat de massa daarna naar het plein gaat. En dat we hier in de buurt en het vat zijn eigen klein gezellig feestje gaat bouwen. Okay, hebben jullie doelen die jullie eigenlijk willen bereiken in het jaar 2018? Nou, doelen, ja, altijd. We streven altijd naar verbetering. We zullen natuurlijk met name doen aan een stukje vervrijing. Maar we kijken met name uit naar de ontwikkeling in en rondom de buurt. En dat is challenging. In deze moeilijke tijd, hoe gaat de buurt zich daarop inspelen? Wat zijn, er zijn nieuwe spelers in de buurt. Maar voor het vat zijn er altijd doelen die gerealiseerd moeten worden. En dat is de klant voorzien van dezelfde kwaliteit en service met onder het genot van een hapje en een drankje op een plezierige en veilige locatie. Nou, Robin, ik wil van jou weten, hoe ga jij je Oriari doorbrengen? Je moet niet zeggen waar je gaat zijn, maar ik wil gewoon weten, hoe ga jij je Oriari doorbrengen dit jaar? Gaat het hetzelfde zijn als al die andere jaren? Misschien een traditie? Nou, werkend. Altijd werkend. Maar inderdaad zal het dit jaar ietsje anders zijn. Normaal ben ik op 31 december druk bezig met de festiviteiten van de dag. Dit jaar iets minder, omdat ik wel een ondersteuning zou geven aan het gebeuren op het plein bij Surivesta. Maar ik wel iets meer de mogelijkheid heb om bij het vat ook een beetje meer mee te kunnen genieten. Omdat natuurlijk de jaarafsluitingen van veel bedrijven dit jaar op vrijdag vallen, heb ik ook de mogelijkheid om dat een beetje bij te zijn. En ja, tussen neus en lippen door probeer ik ook aanwezig te zijn op de nodige feesten waar ik denk dat de gezelligheid zal is of is en zal zijn. Heeft u een boodschap voor de samenleving of een veiligheidstip? Nou, sowieso. Veilig, ja. Dat iedereen oplet bij het afschieten van vuurwerk. Dat iedereen natuurlijk het jaar goed afsluit. En dat we met name met z'n allen, en dan kijk ik echt naar de totale bevolking van Suriname, het nieuwe jaar goed ingaan en desondanks de economische situatie we alles onze schouders eronder zetten en zorgen dat we samen het land wel weer brengen naar de betere tijden, om het maar zo uit te drukken. Nou, goed gedaan, dan zeggen wij een zalig uiteinde en een happy new year. Zelf naar jou toe gewenst. Dankjewel.
dat was het voor de eerste aflevering van ATV Surifesta Countdown to Oruyari. Nog 4 te gaan en ook nog 4 te gaan tot Oruyari. Download de Surifesta app. Maak leuke foto's op de evenementen en deel deze foto's met ons allen. Ik sluit af en tot de volgende aflevering.